We hebben ook nog steeds geen kerstcadeaus voor elkaar gevonden. We staan nu bij de security. Ella's tas is nu al 4 keer heen en weer gegaan. De helft is allemaal afgepakt. Maar ze maken echt geen grap. Nee, ik maak echt geen grap. Een hele goede morgen en leuk jullie kijken naar een nieuwe vlog hier vanuit Londen. En wij zijn lekker ons aan het klaarmaken om straks weer de deur uit te gaan, want we gaan zo ontbijten. Ik heb gisteravond al heel veel geëdit, waardoor ik vandaag eigenlijk alleen nog maar hoefde te renderen en een thumbnail maken. Dus dat is top. En kijk eens hoe goed Ella is bezig geweest. Ze is al bezig met de koffers inpakken. Want vanavond zouden we om 8:30 vliegen of 9:50. Maar de vlucht die is vertraagd, stond op de site. Dus we vliegen nu om 9:10. Dus we hebben in principe nog wel de tijd. Als we dan rond 5:30, 6:00 naar het vliegveld gaan. Nee, Finn, we gaan om 4:00 daar al heen. Ja, dat zeg ik. We gaan om 4:00 daar al heen. Gewoon even op tijd, want die trein duurde vorige keer ook zo vet lang. Ik wil niet mijn vlucht missen. Nee, dat zou een beetje stom zijn. Maar goed, wij gaan ons een beetje klaarmaken, koffers inpakken. En dan gaan we lekker naar buiten om even een ontbijtje te halen. Oh ja, en ik ga naar de Apple Store. Want die vrouw van Apple zei zelf ook, kijk, ik heb al die papiertjes heb ik er nog aangelaten. Ze zei, ja, kijk, als je het vergeten bent, dus dat kan natuurlijk gebeuren. En ze zegt van, maar weet je, het is... Ze zei het een beetje stil, zeg maar zo, alsof het een geintje was van, je hebt natuurlijk 14 dagen return policy. Dus ik ga hem gewoon terugbrengen. Het is echt bizar. Jongens, jullie gaan het nooit raden. Dit blokje met deze camera, of met deze kabel voor deze laptop. Maar hij was £172. Dus dat is ongeveer zo'n €200. Voor alleen dit blokje en de kabel. Dat is toch echt bizar, jongens. Ik merk wel dat ik het eigenlijk alleen maar aan... We zijn eigenlijk alleen maar aan het zeuren om die prijs hier. Ja, maar het is ook wel echt niet normaal, hoor. Ja, het is wel echt duur. Maar sowieso, Apple, dat is altijd met Apple. Als jij een nieuwe oplaadkabel voor je telefoon wilt hebben, betaal je ook al gelijk €30. Bizar! 3000ste check. Hebben we alles? Zo ja, dan gaan we er vandoor. Want we moeten om 12:00 uitchecken. Dus hopelijk kunnen we nog wel eventjes gewoon de spulletjes in het hotel zetten. Gewoon in waar we, zeg maar, ook ze hadden neergezet toen we hier aankwamen. En dan gaan we nog even lekker de stad in. En we moeten nog eten. Oep. Zo, die is dicht. Oh jongens, ik heb zoveel zin in een lekkere cappuccino. En een croissantje of zo. Croissantje? Wat? Toch niet vies? Nee, ja, wel lekker. Nee, nou, dat... Citroen. Ja. Is lekker aan het schoonmaken hier. Oh, 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 oh. De grond is nacht. De lucht is grijs. Teletubbies, dit is niet nice. Oh jongens, het is vandaag aan het regenen. Dat is niet best. Ik denk dat het handig is als we ergens naartoe gaan waar we binnen kunnen rondlopen. Dus weer een warenhuis. Ik wil graag naar Selfridges. Oh ja, jij wilt nog dingetjes kopen bij de Selfridges. En we gaan naar Buckingham Palace, want we kunnen daar de wisseling van de wacht ook nog zien. Zouden die er ook nog buiten staan? Tuurlijk. Nou. We zijn toch van die man, weet je nou? De Queen Guard. Het werkt voor niemand anders dan voor de koningin. Dus ook niet voor de beer. Nee. Nee, ze werkt. Nu voor de koning. Nee, want ze mogen dus. We hadden het een beetje opgezocht, maar er was ook een keer een vrouw geweest. En die had een handschoentje, dus zeg maar, over het hekje heen gegooid. Naast die de Queen's Guard. En. Maar die gast die pakte hem dus niet op. Maar zo'n voice-over van dat YouTube-filmpje zei dus: The Queen's Guard only works for the Queen. Dus hij pakt niks, hij doet niks works voor anderen. Works for nobody. Ja, works for nobody. Het is niet zo koud vandaag, gelukkig. Alleen de regen is niet zo nice. Maar goed. Ja, en ik heb op een of andere manier een capuchon op die tot de helft omhoog komt. Ja. Maar goed, we gaan even een tentje opzoeken waar we even lekker even kunnen ontbijten, koffietje drinken. En dan gaan we gewoon weer lekker de stad verkennen. Hé, hey, maar wacht. Jij moet naar de Apple Store. Dat is echt op loopafstand. Dat is, ja. Ja, en we gaan inderdaad naar de Apple Store even die dingen... Oké. Okay. En we gaan naar de Apple Store eventjes mijn... Die kabel en dat ding terugbrengen. Ik hoop echt dat het kan. Kijk eens jongens, een lekker broodje met tomatensla en kip en een lekker koffietje. En we zitten gewoon lekker buiten. Wat ik zei, het is vandaag niet heel erg koud. Alleen is het jammer dat het gewoon aan het regenen is. Ik voel me nu echt zo'n werkend type met een koffietje bij de metro. Echt net, ik zet hem net aan. Maar goed, we pakken nu weer de metro richting, volgens mij hoeft er maar 1 station of zo. En dan gaan we even naar de App Store, of naar de Apple Store. En dan ga ik even die dingetjes terugbrengen. Want ja, het is zonde. Het was ook geen dingetje. Oh. Ja, ik moet daarin. Want het is zonde, want er zat ook, kijk, ik dacht misschien nog van ja, ik kan hem wel van houden, kan ik hem ook gebruiken voor in na vakanties en zo. Alleen hij heeft dus een zo'n UK ingang in plaats van een Europese ingang. Oh, daar is de tram. Of de metro. Let's go! Weet je wat me dus ook wel echt opvalt in Londen, jongens? Dat je heel weinig prullenbakken hebt. Ja. Echt heel weinig. Heel irritant. Ja, ik wil deze bijvoorbeeld nu weggooien, maar er is gewoon geen prullenbak. Nee. Weinig. Maar goed, dan moet ik hem even bewaren. Inderdaad, moet je... Huh?
Ja, niet met de vuilniszak. Ja, inderdaad, moet je eigen vuilniszak meenemen. Ja, maar echt, serieus. Maar meestal denk je van op een station of zo, dan kan je wel je koffiebekertje weggooien. Of op straat of zo, maar er zijn heel weinig prullenbakken. Ik heb hem nog steeds. Nou jongens, ik heb het gevonden hoor. Oh, bij de Apple Store. Er staat nog wel een rij, want hij is nog niet open. Hey, dit is perfect. Ze keken niet eens in het doosje of zo. Ja, ik had hem heel netjes weer opgevouwd. Ik had alle stickers erop gelaten. Nee, natuurlijk niet. Want als jij hem eruit haalt en er helemaal vanuit gaat. Oh, dat is de goeie. Ja. Dat is niet de goeie en je wil hem terugbrengen. Ja, geen probleem. Ja. Maar echt heel chill. Ik heb gewoon mijn geld teruggekregen. Nou, dat scheelt me weer 171 euro. Potjandori. Maar goed, we gaan nu weer eventjes naar Harrods. Naar dat ene hele grote winkelcentrum met al die dure merken. Maar we gaan nu even kijken alleen op de make-up afdeling, want jij wilt, wil je halen? Ja, ik heb vandaag wel zin om geld uit te geven. Waar komt dit nou weer opeens vandaan? Nou, ik heb nog 3 dagen dat ik denk van, ja, het is weer duur, heb geen zin in. En nu gaan we toch naar huis, dus ik denk van, 3 dagen. Ja, weet je, het een beetje is, ik heb dat ook wel hoor. Soms dan heb ik, denk ik, dat vind ik sommige spulletjes heel mooi. Maar dan wil ik het gewoon niet uitgeven, omdat ik het ook gewoon aan de ene kant zo zonde vind, sommige dingen. Ja, bijvoorbeeld, ik zag een heel vet Palm Angel shirt. In de uitverkoop voor 180 of zo of 200 euro. Maar ja, het slaat natuurlijk helemaal nergens op. En net als dit soort dingen. Kijk, normaal gesproken zou ik dit gewoon willen kopen. Maar ja, omdat ik denk van het is onzin van... Regen. Ik heb het geld niet. We hebben ook nog steeds geen kerstcadeaus voor elkaar gevonden. Nee. Dus eventueel kunnen we dat vandaag ook nog gaan zoeken. Maar we zien het allemaal wel. Hè? Ja, of het lukt. Of het lukt. En anders dan... bij de normale afdeling kijken. Ja, maar waar is dat hier? Er is volgens mij geen normale afdeling hier. Gisteren lopen we ook rond. Het enige wat je ziet is alleen maar Louis Vuitton, Gucci, allemaal fucking grote winkels hier in dit pand, zeg maar. Maar er is niet een zeg maar, normale afdeling met andere leuke merken. Wow. Zo, deze dus... winkel, die Harrods is ook net open. Jeetje. Wat dan? Kijk dan. De hele deur is één grote file. Oh, nou, let's go. Nou, El, je bent weer geslaagd. Zo, ja. Je stem. Wat heb je nou gekocht uiteindelijk? Nou, deze weer dezelfde, maar dan een andere kleur. Want ze zijn echt chill. Helemaal blij met lipstick. Dat is echt het verschil tussen mannen en vrouwen. En mijn blush. Ja. Die ze gisteren niet hadden, die heb ik nu eindelijk gevonden. Dat vrouwen zo blij kunnen worden van make-up. Ik snap het niet. Weet je waar ik blij van word? Van deze auto's. Kijk eens even. Ik weet niet of ik de kleur heel vet vind. Maar wel dik. Nou jongens, we hebben de wisseling van de wacht hebben we al gemist. Want ze gingen wisselen om 11 uur. En het is momenteel iets van 11:15. Ja. Echt iets voor ons weer. Oh. Wat? Het duurt ook echt 3 kwartier. Wist de wisseling van de wacht? Ja. Wat moeten ze doen dan? Gaan ze... Nou, dat is nog helemaal zo... Nee, maar ze hebben zo'n muts op, hè? Dus het duurt lang. Het is zwaar. Zo'n muts is niet zwaar. 1,5 kilo. Oh. Nou, goed. Maar we kunnen sowieso even gaan kijken of we kunnen verder doen. Ja? Oh. Wel leuk, het is grappig. We hebben totaal geen plan eigenlijk. Alleen de eerste dag hadden we zeg maar iets gepland en nu is het gewoon een beetje rondlopen. Maar ik denk dat juist ook wel het lekker is van dit soort stedentrips. Gewoon lekker zonder plan, lekker rondlopen in de stad. Dat is het leukst. Ja. We zijn weer in hoe heet het nou? Selfridges, ja. En kijk, ik heb hier dus echt een hele dikke boek van Stone Island. Ik weet niet, ik vind deze stof, je ziet het niet heel goed op camera, maar ik vind deze stof zo dik. En ik wilde heel lang zo'n broek, dus ik ga hem even passen. Oké, laat maar jongens. Deze is echt, hij zit echt voor geen meter. Je bent inderdaad een astronaut. Ja, ik ben een astronaut. Hello, welcome to the moon. Nee, ik vind hem niet heel dik. Voor alle mensen die onder de vorige vlog hebben gereageerd. Jongen, het was geen Maserati, het was een Aston Martin. Ik weet het, maar ik zei het verkeerd. Dus sorry. Wat een pokken weer, hé. Oh, het is ook gelijk een stuk rustiger in de stad, wat logisch is. Want niemand gaat nu lekker op zijn zondag natuurlijk lopen. Hé, kijk. Dobby. Hoeveel zou die kosten? Wel echt grappig dat Harry Potter hier zo leeft. Maar goed, wij gaan weer terug richting het hotel. Want onze koffers staan er nog. En dan gaan we zo richting het vliegveld weer. Zitten we dan weer bij hetzelfde restaurantje als gisteren, waar we gisteren hebben avond gegeten. Is dit Heisa toevallig? Hè? Huh? Is dit Heisa toevallig? Nee, dit is niet Heisa. Maar goed, we zijn even lekker hier aan het eten. Want we dachten, we doen even goed lunchen nu. Want straks om 4 uur moeten wij weg. Het is nu 14:15. Maar straks om 4 uur gaan we naar dat hotel. Pakken onze koffers en dan gaan we richting de luchthaven. En dan gaan we weer lekker naar huis, jongens. Maar we gaan maar gewoon even lekker op tijd. Want het is volgens mij 1,5 uur met de trein. Want we dachten dat we naar Gatwick moesten. Maar we moeten dus naar Lutin. Of Lutin, hoe je dat ook zegt. Dus ja, dan gaan we weer lekker naar huis. We hebben wel geluk gehad met het weer dit weekend. Want... Het is dat het nu vandaag regent, maar als het elke dag zou regenen, dan is Londen opeens niet meer zo leuk. Nee. Boah. Maar weet je wat het ook is? Je weet ook gewoon niet wat je moet doen. Nee. Want nu... Ja, je kan ook niet even lekker buiten zitten of zo. Nee.
En bijvoorbeeld gisteren of eergisteren, dan loop je gewoon een beetje over die straat en dan zie je het wel. Ja. Maar nu heb je daar helemaal geen zin in. Nee, omdat het nu nog frisser is. Zo. Ja. Oké, naar welke kant moet je kijken? Je keek weer naar links als eerst. Je moet naar rechts kijken. En nu naar links. Ik heb hem wel door. Maar deze niet. Zo, we hebben onze koffers en we gaan nu naar de metro. En bij de metro moeten we met de trein naar Lutten. En bij Lutten moeten we nog even een klein busje pakken naar de airport zelf. En dan gaan we lekker naar huis. We dachten, we gaan er gewoon al wat eerder heen, aangezien we ook allemaal moeten overstappen en zo. En vorige keer duurde het ook allemaal onverwachts wat langer om hier naartoe te komen. Vertraging en zo. Ja, we hadden vorige keer vertraging en zo. Dus we dachten, we gaan maar gewoon eventjes wel eerder dan gepland. Maar dat is altijd fijn, jongens. Dan hebben we ook geen stress. Want Ella kan niet tegen stress. Nou, als het goed is, niemand. Nou ja, ik kan redelijk goed met stress situaties omgaan. Ja, maar ja. Omdat jij soms niet helemaal doordenkt. Jij denkt soms te makkelijk. Dan denk je, oh, we moeten, het is 1 uur en 40 minuten reizen. En dan denk jij, als we daar om 7 uur moeten zijn. Oh, dan ga ik precies om 14:45 Ja, ik ga gewoon al precies op tijd weg. En dan kom ik of ietsje later of precies op tijd. Net is het niet zo handig. Nee, dat is waar. Daarom gaan we nu even wat eerder. Jongens, soms kunnen die metro's zo fucking vol zitten. Jongens, dus ik hoop dat deze er nu aankomt, dat die niet zo druk is. Nee. Oh, perfect. Fantastisch. Helemaal niemand. Zo, soms dan moet je echt, zeg maar, echt, sta je echt zo te poppen met elkaar. Ja, dan past die koffers niet. Nee, dan is die koffers echt vreselijk. Maar dit is perfect. Jongens, de finale van het WK is nu. We zitten nu trouwens in de bus. Maar, dit is zo spannend, jongens. Dit is die 90ste minuut in de extra tijd. 2-2, Argentinië-Frankrijk. Dat is niet normaal, joh. Oh. Maar goed, we zijn dus onderweg naar de airport. Zeg maar dag winterwonderland. Oh, ik moet gelijk denken aan die misselijkmakende, kotsende attractie. Dat was niet normaal. Ja, dat was echt helemaal geel. Ik lag er helemaal af. Maar het ziet er wel echt dik uit zo in de avond. Het is zo mooi. Ja? Je moet wel echt lijp kunnen rijden als je hier een bus wil besturen in Londen. Ik zou echt bang worden. Al met de auto, joh. Je ziet hoe hier wordt gereden. Niet zo ergens toen in Parijs, hoor. Nee, dat was in Parijs. Dat is echt niet normaal. Wij zijn aangekomen op Lutten Airport. Hé, dit was echt een chille bus. Ja, we gaan lekker WK kijken ondertussen. Ja, we hebben lekker het WK gekeken. We hadden ook nog een andere optie, want we hadden gewoon via Google gekeken waar we heen moesten. Dan moesten we 2 keer overstappen met een bus en een shuttle. Maar deze bus stopt gewoon echt letterlijk gewoon hier, boef, voor de airport. Dus dat is helemaal top. Wat zeg je? Ik wil een foto maken van deze leuke kerstboom. Nou, ga jij eens even een foto maken van deze leuke kerstboom. Ik vind het ook echt een fantastische kerstboom, moet ik zeggen. Zo, hoor. Echt wel fotowaardig. Lukt niet! Nee, ja. Moet je ook niet zo dichtbij staan. Maar goed, wij gaan even lekker binnen. Misschien even ergens zitten, een drankje doen en dan wachten. Tot het vliegtuig gaat, want het duurt nog wel eventjes. Het is momenteel 6:10 en om 9:10 gaat de vlucht pas. Dus we zijn eigenlijk goed op tijd. Een leuke foto. Heb je het gelukt wel? Oh, nou, let's go. We staan nu bij de security en we zijn er doorheen. Nou ja, ik wel. Maar Ella's tas is nu al 4 keer heen en weer gegaan. De ene keer is het weer een ander cremmetje en dan doet... Papa, zeg maar dag tegen je zakmes. Ja, en het zakmes moet weg. Maar het is heel gek, want ze hebben dus zeg maar een cremmetje. En dat cremmetje halen ze er eerst niet uit. Die zegt ze nee, dat mag mee. Vervolgens komt er een collega. En vervolgens zegt een collega die zegt nee, die mag niet mee. Waardoor die weer moet gescand worden. Dus Ella's tas zijn nu al denk ik 3 keer door de scan gegaan. Zijn ze er een? Ja, de helft is allemaal afgepakt. Ja, je moet ook niet helemaal van die rare spullen meenemen, El. Het was helemaal niet raar. Het was echt niet raar. Moet je kijken wat er nog van mijn tas over is. Ja, er zit niet heel veel meer in. Hij was helemaal vol. Nou goed, maar het goede nieuws is, jongens, we zijn er doorheen. Zo, kon je geen kleiner glas vragen? De tering. Jezus, jongens, dit is een groot biertje. Niet normaal. Ik heb slecht nieuws. Nee, ik keek net op dat bord daar. We zouden eerst om 9:50 vliegen. 20:40? Ja, 9:50. Nu staat er 10:50. Nee, echt.
Wel echt. Ga maar kijken. Nee. Ik wacht hier, ga maar kijken. Ga kijken dan. Nee. Ga kijken. Ga maar kijken. Ik maak echt geen grapje. We hebben echt zieke vertraging. Het zou eerst om 9:30 gaan en nu pas om 10:30. Ik maak echt geen grap. Nee, ik maak echt geen grap. Ik noem maar die van deze drinken. Oh, daar heb ik ook helemaal geen zin in. Nee. Je maakt wel een grap. Oké, maar. Waarom ben je dit dan nu aan het filmen? Ga maar naar het scherm. Ga naar het scherm dan. Waar op het scherm staat die? Links. Boven onder. Onder. Het enige oranje puntje onderop. Nee. Zie je het staan? Ja. Ik maak echt geen grapje. Oh nee. Oh. Je hebt ook nog geen wifi. Ja, we gaan kijken. We zitten er nog steeds. We zitten nu ergens anders. Mijn 1/3 liter. Om 2:00 voor 3 weg te drinken. Ja, die weg. Anders allemaal gewoon een dikke snaafje. Ja. Fucking toevallig. Ik werd net gebeld door Brian, Trobi, zeg maar, waar we ook laatst in de studio mee in waren. En die vroeg aan mij, yo, bij welke airport zit je? En toen zei ik, ja, ik zit bij Lutten. En zei hij, oh, bro, what the fuck, ik zit er ook. Dus hij is er ook. Dus we gaan er even heen en dan gaan we even een drankje doen met Brian. Helemaal. Ja, ik merk dat de sfeer er echt wel lekker in zit. Matje! Hoe is het dan? Lekker, vind ik met jou? Lekker. Kom even een biertje doen. Nou jongens, daar gaan we. Heel toevallig dat Brian hier ook was. Maar we mogen er eindelijk in jongens en daar ben ik blij mee. We gaan naar huis. Dit kost helaas gewoon veel tijd, vandaar dat wij gewoon laat zijn. Het goede nieuws is dat wij het vliegtuig nu niet hoeven te behandelen en wij gereed zijn voor vertrek naar Amsterdam. Vluchttijd vandaag ongeveer 40 minuutjes. Het weer hier is goed, het weer in Amsterdam. Lichte regen. Blijkbaar is het dus te glad in Amsterdam, waardoor ze niet goed kunnen landen. Glad, dus kijkt u bij aankomst in ieder geval uit. Als we nu, zodra wij boven zijn, komt. Ja goed, we gaan naar huis, dus dat is goed. Kijk eens aan. En dan ben je opeens thuis. Heel chill. De vader van Ella die had ons opgehaald en die heeft mij gezellig thuis afgezet. Maar jongens, ik vond het echt een superleuk weekend. Ik moet zeggen, ik wist eigenlijk echt niet meer hoe Londen eruit zag. Ik wist niet meer wat voor sfeer er hing. Maar het was echt superleuk. En al helemaal met de hele kerstsfeer, met al die kerstlampjes, die gekke ware huizen. Helemaal versierd. Ik vond het leuk, maar ik ga nu lekker mijn bedje in. Dus vond je het nou een leuke video? Laat een blauw duimpje achter. Je natuurlijk niet te abonneren. En dan zie ik je bij een volgende video. Later!